Hey, goed dat je weer kijkt. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag een klassieke, traditionele manier van oma's kippensoepbereiding. Als je denkt, even snel een bakje soep maken. Nee, dat wordt hem niet. Maar een mooi kwalitatief goede soep, lekkere verse groentes erin, dan ben je het juiste adres. Wat hebben we er allemaal voor nodig? We hebben hier een mooie verse kip, wat peterselie, wat bladzalderij, winterpeen, prei, ui en dan wat verse kruiden. Ook wat gedroogde kruiden erbij, maar ik neem je zo meteen het hele verhaal mee wat wat is en wat wat doet. Om te beginnen gaan we in ieder geval deze kip eens even in een ruime pan met koud water doen. Ik heb de kip net onder water gezet. Ik ga hem nu op hoog vuur ga ik hem aan de kook brengen. Wat is het idee? Ik ga deze kip ga ik snel aan de kook brengen. Dan laat ik hem een minuutje of drie laat ik hem eventjes pruttelen. Daarna haal ik hem van het vuur af. Dan haal ik de kip uit de vocht. Ga ik hem afspoelen en zet ik hem weer opnieuw op met nieuw vocht. Dit brengen wij van de kook. En intussen tijd gaan we eventjes de groentes gaan we snijden en wassen. Zo, de prei in grove stukken. Even in een vergietje. We kunnen ze zo meteen goed afspoelen, want er zit best wel veel zand in over het algemeen, in de prei. Mooi. Tussentijds zet ik even een pannetje op het vuur. Een anti-aanbakpan. Best wel hoog vuur. En dan gaan we de uitjes lekker in. Bruneren. Zet ze gewoon één keer door. Er zit verder geen vetstof in. Doen we zo in de pan. Nou, dat laten we even lekker even een tijdje warm worden. Kleuren. Halen de winterpeen die gewassen is. En als je ongewassen hebt, even goed wassen ook weer met het zand. Even in grove stukken snijden. Nou, dan hebben we ongeveer de helft van de bladzalderij. Het lekker gewas is natuurlijk. Ook lekker grof snijden. Zo. Ook lekker bij. Zo. En dan pakken we ook de helft ongeveer van de peterselie. Nou. Die gaan we ook lekker grof snijden. Nou, dan hebben we eigenlijk de basis weer klaarstaan voor de kippensoep. De uitjes beginnen al lekker te ruiken, dus dat betekent dat ze ook mooi beginnen te kleuren. Kijk eens, ja, dat gaat mooi. Nou, kan nog iets hebben. Zo, dus nu nog even wachten totdat de kip voor de eerste keer aan de kook gaat. Die is te bijna, dus even wachten. De kip, die kookt bijna. De uitjes die zijn lekker aan het bruneren. Ja, deze die zijn er eigenlijk wel. Die ga ik dan van het vuur afhalen. Zo. En die doen we bij de rest ook. Zo. Dan kunnen we de overige peterselie en selderij even rag fijn snijden. En die kunnen we gewoon bij die soepgroenten die ik kant-en-klaar gekocht heb, als extra erin weer doen. Zo. Mooi, dit gaat om bij de soepgroente in. Dan doen we hetzelfde met de selderij. En als laatste in de voorbereiding gaan we de peperkorreltjes even kneuzen. Ik doe het altijd met de zijkant van mijn mes. Leg het neer en druk erop. Hierbij moet je best wel veel kracht zetten. Op het moment dat je denkt, kan het ook makkelijker? Ja hoor, dat kan ook makkelijker. Dan pak je even een klein pannetje. Zo, die hebben we zo meteen nodig. Nou, de kippensoep die heeft ongeveer een minuutje of drie, vier zachtjes staan doorpruttelen. Dus we gaan hem nu, zoals gezegd, van het vuur afhalen. Ik ga hem uit het vocht halen, koud spoelen en opnieuw opzetten met koud vocht, met nieuw koud water. En dan gaan we gelijk het hele verhaal toevoegen. Ik kan het lekker gaan trekken. De kip die heb ik weer koud water, schoon water in het pannetje op het vuur gezet. Dan gaan we de ingrediënten verder toevoegen om de mooie bouillon te trekken. De uitjes. Grof
ga ik de peterselie en selderij. Zo. Verder gaat daar dan de gekneusde peperkorrel tegen gaan. 3 tot 4 stukjes foelie. Foelie heeft een hele specifieke smaak ook aan kippensoep. Dus, is de schil van nootmuskaat mooi gedroogd. Het geeft echt een specifieke smaak aan kippensoep. Radierbraadjes. En de verse tijm. Nou, dit geheel brengen we langzaam aan de kook. Laten we een geruime tijd doorkoken. Zo, de kip die heeft een 2,5, bijna 3 uur lekker langzaam staan pruttelen. Dat betekent dat hij gaar is. Zeker gaar. Dan ga ik hem nu uit de soep halen. Het idee is dat we deze kip nu lekker laten afkoelen. Tegelijkertijd laat ik toch nog deze soep nog even iets verder inkoken, iets verder reduceren. Op het moment dat deze afgekoeld is, gaan we hem plukken. Deze gaan we zeven en dan gaan we het eindresultaat gaan we met elkaar bereiden. Dus, ja. Wat hebben we nodig om te passeren? Een pannetje. Grote zeef en een kleine zeef. Schone keukendoek en die gaan we even nat maken. Zo, die nat gemaakt. Die leggen we over die grote bolzeef heen. Dit is het systeem. Nu ga ik alle groentes uit de bouillon halen. En dan gooien we de soep door de zeef, door de passeerdoek, door de zeef. Even van tevoren natuurlijk goed checken of je keukendoek wel helemaal heel is. Er kunnen geen geitjes in zitten, want dan ben je het in feite nog voor niks aan het doen. Zo. We gaan de bouillon weer eventjes gaan we langzaam aan de kook brengen. En tegelijkertijd voegen we al wel gelijk lekker de fijne soepgroenten toe. Die nog rauw zijn, hè? Dus die mogen best lekker een minuutje of 10 zo meteen meepruttelen. De vermicelli. En het sap van een halve citroen. Zo. Dit geheel brengen we even aan de kook. Laat inderdaad een minuutje of 10 even lekker doorpruttelen. In tussentijd ga ik de kip even plukken. We halen het velletje er vanaf. En we trekken de grote grove stukken van het karkas af. Zo. De kip gaat plukken, moet je altijd even oppassen dat je dit bordje ook meepakt. Dit is net zo eentje, die zou je makkelijk kunnen vergeten. Als je die inslikt, dan wordt het geen prettig kippensoepje. Zo, de kip hebben we even lekker uitgeplozen. Allemaal grote grove stukken. Hier gaan we een klein beetje snijden. Maar je mag best wel wat grove stukken ook in de soep houden. Het is leuk om te laten zien wat voor mooie producten aan het werk zijn. Zo, dan is het nu even wachten tot de kippensoep een minuutje of 10 heeft gekookt. Dus nog een minuutje of 5, 6 en dan gaan we op smaak maken. Kip erin en opdienen. Wauw, hij is eigenlijk zo goed als. Doe nog een klein beetje zout er tegenaan. En dan gaan we serveren. Zo, dan doen we de grof gehakte kip lekker middenin. En dan doen we de kokend hete kippensoep. Lekker eroverheen. Met een toefje peterselie. Kippensoep op grootmoeders manier. Smakelijk eten.